Hoe vaak ga jij je grenzen over? Of verleg je juist je grenzen? Grenzen zijn belangrijk in het leven en leren je veel over jezelf. Mijn ervaring als mensen die hun eigen grenzen stellen, ze veel eerder over hun grenzen gaan, nu en later. Of ze juist gaan vermijden, omdat ze aan de ene kant te ver gaan en aan de andere kant niet hun grenzen verleggen. Mensen willen graag dat dingen moeiteloos gaan. Maar moeiteloos dingen doen gaat altijd vooraf aan eerst moeite gaan doen. In mijn werk als fysiotherapeut zie ik veel mensen bij me komen op verschillende momenten, oftewel de grenzen die ze hebben bereikt. Ik zal verschillende grenzen gaan uitleggen. Geen grens is als mensen dus bewegingsvrij en pijnvrij door het leven gaan. Grens 1 wordt bereikt als mensen soms last hebben met bewegen, soms niet. Ze kunnen de pijn vaak wegkrijgen of gaat weg zonder dat ze iets doen. Grens 2 wordt bereikt als mensen vaker en regelmatiger last krijgen, maar nog wel kunnen doorgaan, hetzij met meer moeite. Ze kunnen de pijn vaak wegkrijgen of het gaat weg zonder dat ze iets doen. Grens 3 wordt bereikt dat bijvoorbeeld pijn nu echt een aanpassingsvermogen van jezelf vereist om de pijn te ontwijken of te voorkomen. Je kan zelfs ontwijkend bezig zijn zonder dat de beweging pijn doet, maar je bang bent om pijn te gaan krijgen. Veel mensen denken in deze fase dat het nog steeds vanzelf gekomen is, maar dus ook vanzelf weggaat. Grens 4 wordt bereikt als mensen accepteren dat dit een onderdeel van hun leven is of dat ze zichzelf niet meer kunnen oplossen. Helaas zijn de meeste mensen die bij mij komen al in grens 4. We kunnen voor herstel zorgen, maar het is wel de langste weg in vergelijking met de grens hiervoor. Pijn of oncomfortabele situaties zijn signalen om een andere keuze te maken. Geen pijn wil zeggen dat je hebt geleerd optimale keuzes te maken in combinatie met meer capaciteit. Als je niet luistert, zullen de signalen alleen maar sterker worden. Hoe sterk je ook denkt dat je brein is, je lichaam zal winnen. Want ik verbaas me erover als ik mensen jarenlang zie lopen met pijn, overig, minder conditie en accepteren dat het zo blijft. Wat we nu weten is niet hetzelfde als 5 jaar geleden. En het is niet zo als je van tevoren je grenzen stelt dat je ze niet tegenkomt. Je komt ze juist eerder tegen omdat je beter bewust van bent. Waardoor je dus ook bewustelijk hopelijk een betere beslissing kan nemen. En het is cruciaal om te kijken naar het proces waar we in ons bevinden. Een van vooruitgang of achteruitgang. En op het moment dat we grenzen hebben gesteld en dit regelmatig controleren, zien we eerder het proces wat gaande is. Dat is ook het voordeel van bewust je grenzen verleggen. Je krijgt meer ruimte, maar ook meer bewustzijn van als het anders gaat. Waar kan jij je grenzen beter stellen? Waar moet je ze gaan verleggen en welke grenzen moet je juist niet meer overgaan? Want belangrijk met grenzen stellen is dat je kijkt naar wat je wil en niet wat acceptabel is of voor een bepaalde leeftijd zou moeten horen. Helaas accepteren oudere mensen bepaalde situaties die ze als jong iemand niet hadden geaccepteerd. En dat is onnodig. We willen ons best doen door onze grenzen te verleggen, dat we grenzeloos kunnen zijn. Dat wil zeggen dat we onszelf geen onnodige grenzen opleggen of doordat we achteruit gaan tegen onnodige grenzen oplopen. Maar ook belangrijk, dit aan kinderen te leren, zodat ze weten waar ze de grens moeten stellen en welke grenzen ze juist gaan verleggen. Als je een handig formulier wilt ontvangen om je op je grenzen op te gaan stellen op meerdere vlakken, zet ja in de comments en dan zul je dit handige formulier op gaan sturen.